Dat als iemand knalt, dan kan die andere improviserend mee. Ja, precies. Ja. En als nou een van jullie twee de mist in gaat tijdens een optreden, hoe vangen jullie dat op? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo vaag, want dat wordt eigenlijk best wel heel snel gefixt, zeg maar. Dat wordt meestal wel ook geïmproviseerd opgelost, zeg maar dan. Ja, dan... Bijvoorbeeld bij Roadtown hadden we een pedaal van mij uit. En dat hebben we gewoon opgelost met een jam. Want, het publiek was er echt ongelooflijk enthousiast over. Met, gewoon midden in een nummer, zeg maar. Is dit nou, jullie hebben vooral sinds Noorderslag ontzettend veel aandacht gekregen. Is dit nou echt voor jullie een jongensdroom? Is dit iets wat je altijd al gewild hebt? Ja. Bij mij ook. Het is natuurlijk te gek hoeveel aandacht je krijgt en wat je ziet. Wat er allemaal op je afkomt, zo, is allemaal vet. Ja. Want zitten jullie zelf ook nog op school? Of, Ja, ik zit op het Zadkine Popacademie in Rotterdam. Ja, okay. En ik zit op het Graafs Lyceum in Rotterdam. Oké. Okay. Zit ernaast. Ja en hoe combineer je dat? Want jullie hebben op zich best wel een druk tourschema momenteel. Bij mij is het heel makkelijk. De band gaat gewoon voor. En dat ook vanuit school? Ja. Maar ze geven ook gewoon alle hulp die ik nodig heb. Ik bedoel, dit is toch waar je voor op die opleiding zit. Ik bedoel, ze gaan je niet tegenhouden van, dat optreden doe maar niet, want je moet het lesje volgen. Dat is een beetje onzin als ze dat zouden zeggen natuurlijk. Bij mij lukt het ook allemaal nog eigenlijk wel. Het is wel eens dat ik dan even iets eerder uit de les moet of zo, omdat ik weg moet. Maar daar hebben ze op zich niet heel veel problemen mee en begrijpen ze ook wel. En overal waar we tegenop lopen, dat kan wel opgelost worden, zeg maar. En voor de rest heb ik er niet echt heel veel problemen mee. Ik kan het best goed combineren. Oké. Okay. Jullie hebben pas jullie eerste plaat released. Ja. Zijn jullie nu eigenlijk ook al op het moment... Nou, je hoort vaak van artiesten, van hebben ze al hun tijd en energie gestoken in één plaat. En dan vallen ze daarna in een soort van gat. Van wat moeten we nu? Al onze ideeën zitten nu, staan nu op die plaat. Wat nu? Hadden jullie dat gevoel ook? Nee. Ik heb er weer een flinke lijst met nieuwe nummers. Dus, en we gaan vanmiddag ook eentje nieuw nummer oefenen. Dus, terwijl de plaat eigenlijk net uit is. Ja, het blijft gewoon opborrelen. Ja, precies. Ja. Maar wij spelen deze nummers natuurlijk al 2 jaar. Dus voor ons is het wel iets anders dan de meeste mensen die hier nu naar luisteren. Waar het allemaal nieuw voor is. Ja. En ik bedoel, als je je album af hebt, dan ga je toch sowieso gewoon keiveel spelen om te promoten. Ja, dus ik weet niet in wat voor gat je moet vallen, zeg maar. Ja, misschien hebben jullie geen inspiratie meer of inspiratie op na één cd. Maar dat is dus niet het geval. Je zegt net, we spelen die nummers nu al 2 jaar, dus voor ons is het niet echt nieuw meer. Hoe hou je het voor jezelf leuk? De nummers groeien ook. Ze zijn echt enorm gegroeid in de 2 jaar. En we houden het zelf gewoon voor ons interessant om live ook andere dingen ermee te doen. Ik bedoel, we doen ook nu live ook wat veel post-rock en ambient-achtige dingen. En het is ook een wereld van verschil tussen de plaat en live. Dus, maar dat is ook dat houdt het juist voor ons interessant. Je zegt, en ook voor de mensen. Ja. Je zegt, de nummers zijn gegroeid. Wat bedoel je daar precies mee? Ze zijn gewoon sterker. Ze voelen gewoon beter aan. Het is een... Als een nummer af is, dan heb je gewoon geen controle meer over. Dan gaat het nummer ergens naartoe waar je... Ja, je hebt er geen controle meer over, zeg maar. Ja, en als je ook dan luistert naar nummers die opgenomen zijn 2 jaar of 1 jaar geleden of zo. En je luistert van nu, zitten er soms echt hele grote verschillen in. Niet alleen van de manier hoe ze spelen, gewoon dat beter is, zeg maar ook... Er zitten gewoon hele rare, aparte dingetjes soms in of zo. Die langer zijn gemaakt of korter zijn gemaakt. Gewoon, ja. Is dat omdat je in de eerste, als je terugkijkt, niet tevreden was over dat nummer? Nee. Dat is dat niet. Maar het is gewoon leuk om te experimenteren natuurlijk met de nummers. Ja. Er zijn nu al nieuwe nummers aan het schrijven. Die gaan jullie straks... Kijk, jullie gaan straks ook op allerlei festivals staan, zag ik. En veel optreden. Spelen jullie die nieuwe nummers al? Of komen jullie snel met een EP? Of, We kijken eerst hoe de nieuwe nummers in de oefenruimte klinken. Ik bedoel, vandaag gaan we voor het eerst even kijken hoe een nieuw nummer werkt. Ja, en als het bevalt, dan denk ik dat we het wel al op festivals gaan spelen, denk ik toch? Wat is voor jullie het criterium dat een nummer werkt of niet?
Als we het zelf tevreden zijn. Ja, ik kan het zeggen. Als we het gewoon zelf ook van denken van oké, ja, stoer, oké, goed. Ja, ja. Ja, mijn laatste vraag. Als jullie hebben nu, nou ja, nu busted, om het zeg maar zomaar te noemen. Wat is jullie ambitie op de lange termijn? Willen jullie echt voluit de komende jaren hiermee doorgaan? Of heb je zoiets van, nou ja, misschien is een keer in een andere band spelen ook wel leuk? Nee, het is, ja, het is gewoon prioriteit nummer één. Gewoon zoveel mogelijk blijven spelen en we zien vanzelf waar we terechtkomen. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Geen idee. Hoop je jezelf over 5 jaar te zien? Oh. Muziekmakend nog steeds. Ja, en nog steeds heel veel spelend. En ja. Ja, dat. Oké. Dankjewel.